Ajax vrouwen tegen PSV vrouwen. De laatste competitiewedstrijd en heel belangrijk voor Ajax. De laatste kans om de achterstand voor aanvang van de play-offs te verkleinen. Terug te brengen tot 4 punten. En dan is er nog van alles mogelijk. Daar Van de Bichelaar. Op Ellen Jansen en heel veel ruimte bij Soraya Verhoeven. Het schot, Soraya Verhoeven, maar Eli Sarrazola met de redding. Vanity Leverissa. Weer een mooie opening. Linda Bakker met de voorzet en daar ruimte bij Ellen Jansen. Ellen Jansen kan schieten, Jansen. En dan wordt de balverrichting veranderd en is het een doelpunt van Ashley Bakker. Sarrazola protesteert. Krijgt meteen de gele kaart. Daar de voorzet, Linde Bakker. Dan Ellen Jansen. En wie staat daar klaar om in te tikken? Ashley Bakker. En geen buitenspel, want Zeller bleef hangen. 1-0 voor de Ajax-vrouwen. Dan een tikkie, Yücel. Yücel, schot geblokt. En dan Katja Snoes met het schot op de paal. Katja Snoes, dicht bij de gelijkmaker. Dan komt Ajax goed weg. Een paar minuten na de treffer van Ashley Bakker is het Katja Snoes buiten bereik van Lize Kop. En daar weer Van de Bichelaar. En Vanity Leverissa weg. Leverissa op rechts. Vanity Leverissa met de voorzet en Sarrazola zit er net tussen. Voordat Jansen de bal had binnen kunnen tikken. De mooie actie van Vanity Leverissa. Het overzicht, de voorzet en Ellen Jansen die klaar stond om de bal in te tikken. Maar Sarrazola er net tussen. Daar komt de hoekschop, indraaiende bal. Ook voor, Lize Kop met vuist. Yücel. Opening en de steekbal. Op Patiwaal, de voorzet en de doelpunt. Nee, op de lat. En daar de rebound. Yücel met de voorzet. En Lize Kop, daar komt Ajax opnieuw goed weg. Levensgrote kans voor Torvalds Dotter. Hier de voorzet van Patiwaal. En moet er eigenlijk in van zo'n afstand. Vanity Leverissa. Tweede man voorbij. Vanity Leverissa nog steeds. Wat gaat ze doen? Leverissa opent daar de bal. Schotmogelijkheid voor Van de Bichelaar. Van de Bichelaar schiet en de bal gaat maar net naast. Werd licht gekraakt door Christians Dortig. En Van de Bichelaar houdt er slechts een hoekschop aan over. Daar de hoekschop. Draait binnen. Kopbal, kopkans op de lat. Lucie Akkerman. Bal blijft lang in de lucht. Akkerman op de goede plek. En wat scheelt het? Rijden, kom maar! Rijden met elkaar! En Lize Kop. Bal schiet door. En dan is Vanity Leverissa weg. Vanity Leverissa, die is voorin. De voorzet, Ashley Bakker. En dan heel veel ruimte bij Ellen Jansen. En dan staat het 2-0. Wat een counter. Ellen Jansen prikt die bal onder in de hoek. De voorzet en Ellen Jansen neemt de bal aan en kan dan met haar teen, haar grote teen, kan ze de bal binnenprikken. Ellen Jansen, een doelpunt dat goud waard kan zijn. Maar nu moet PSV alles op alles zetten om weer terug in de wedstrijd te komen. PSV weg. Met Snoes, Snoes voorlangs. En daar de wissel. Ina Salmi komt in het veld voor Vanity Leverissa. Een applauswissel voor de vrouw die uitstekend speelde tegen haar oude team. De knuffel en de complimenten. Vast geen twee meer maken. En dat is de voorspelling van Benno Nyon. Katja Snoes houdt de bal binnen. En
Hij rovert de bal. De voorzet. En nog een hoekschop. Maar die hoeft niet meer genomen te worden. En Ajax viert de 2-0 overwinning. Een uitstekende prestatie. Een verdiende zegen. Ajax is weer back in business.